Een grote feestelijke ceremonie in de hoofdstad van de Verenigde Staten. Donald Trump is nu officieel de nieuwe president van Amerika. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. I'm really rich. I'll show you that in a second. Donald Trump. Overal in Amerika zie je zijn naam. Zakenman en multimiljonair. Trump bezit helikopters, dure auto's, vliegtuigen en enorme huizen. Hij is gek op fastfood. En twitteren. Hij tweet de hele dag door naar zijn ruim 20 miljoen volgers. De succesvolle zakenman heeft nu een nieuw beroep, dat van president. En een nieuwe president moet plannen maken voor het land. Trumps belangrijkste plan? Let's make America great again. Great again. Great again. Great again. Trump wil als eerste dat er meer banen komen voor Amerikanen. I will be the greatest jobs president that God ever created. Zo moeten fabrieken niet in het buitenland hun spullen maken, maar in Amerika. Dat is goed voor het land. Daar twittert hij ook over. Bedankt autofabrikant Ford. Dankzij jullie zijn er 700 nieuwe banen in Amerika. Dit is pas het begin. Ook over het klimaat heeft hij al wat laten horen. Trump twijfelt of hij met Amerika verder mee wil doen aan een gezamenlijk wereldplan om klimaatproblemen tegen te gaan. We're going to cancel billions in payments to the United Nations climate change programs and use the money to fix America's water and environmental infrastructure. De nieuwe president wil het moeilijker maken voor mensen om naar Amerika te komen. Hij wil dat daar strengere regels voor komen. Over het buurland Mexico heeft hij al gezegd dat hij een grote muur gaat bouwen op de grens. We will build that wall and Mexico will pay for that wall. En dan het buitenland. Vladimir Poetin, de leider van Rusland, was niet echt een vriend van Obama. Maar Trump zal dat anders doen, denken veel deskundigen. But I'll tell you what, if Putin likes me and if he thinks I'm a good, smart person, which I mean, I hope he believes it, I am. Actually, he's right, I am brilliant, you know that, right? En Trump tweette ook over: een goede relatie hebben met Rusland is goed, niet slecht. En dan de strijd tegen IS. Trump vindt dat Obama te slap was. De nieuwe president zegt dat hij de terroristen zo snel mogelijk zal vernietigen. I would bomb the shit out of them. Wat er allemaal van deze en andere plannen terecht zal komen, dat is afwachten natuurlijk. Journalisten zullen het allemaal volgen, maar Trump is niet echt fan van de pers, omdat hij ook slechte dingen over hem vertelt. No, not you. Not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. 4 jaar krijgt Trump de kans om te doen wat hij beloofde. Maar één ding is nu al duidelijk. Donald Trump is een hele andere president dan zijn voorganger Barack Obama.